Welkom bij een nieuwe aflevering van Green Life with a Smile met Caroline Smeets. Hallo allemaal. Vandaag wil ik het hebben over een tweedehands keukenschort. Deze. Wij kopen nu meer tweedehands, omdat ik dit jaar als doel heb gesteld de impact van onze kleding te verkleinen, te verminderen. En door tweedehands te kopen, hoeven er geen nieuwe grondstoffen gebruikt te worden en dat scheelt weer. Ik vind het trouwens niet altijd even makkelijk en snel gaan om iets tweedehands te vinden. Je moet er wat de tijd voor nemen, maar dat weegt niet op tegen de voordelen. Zo was ik blij verrast met dit keukenschort. Ik wilde Jeroen dit cadeau geven, omdat zijn schort echt aan vervanging toe was. Het ging kapot en dat hadden we misschien kunnen laten maken, maar we kregen het ook niet meer fatsoenlijk schoon na intensief gebruik van zo'n 4 jaar. Dus ging ik op zoek naar tweedehands via Marktplaats. Ik had er een beetje een hard hoofd in, want bij een gebruiksschort dacht ik aan onze exemplaren en die zijn niet meer zo verkoopwaardig. Maar met de conditie zo goed als nieuw, kreeg ik nog zo'n 60 resultaten en heb ik deze mooie kunnen vinden. Ik ben blij met zo'n tweedehands schort, want ik had heel veel keus. Ik was minder geld kwijt aan net zo'n goed schort. Ik heb iets kunnen kopen waar een ander graag vanaf wil. En het besef dat zo'n goed schort niet zomaar op de afvalberg belandt, vind ik ook heel erg fijn. En hiermee heb ik de impact van onze kleding kunnen verminderen. Heb ik CO2-uitstoot kunnen besparen. Marktplaats geeft bij elk tweedehands artikel aan hoeveel de gemiddelde besparing is. Zij hebben hier berekeningen op voor laten maken. En in dit geval van het keukenschort, in deze categorie, heb ik zomaar in 1 keer 1,6 kilo CO2-uitstoot bespaard. En ik heb ook gemerkt dat tweedehands leuk is om te geven en ook om te krijgen als ik zo naar de reacties kijk. Dus veel tweedehands plezier, ook met cadeaus geven.